Ja, ik ga nu naar Moesloe toe, want ik heb met hem afgesproken dat hij wat tips voor me zou hebben. Ja, dames en heren, hij komt aangelopen, hij is te laat. Normaal staat hier een boete op. Hij loopt deze kant op, heel slow motion, hij rent niet. Loop pas, ja. Kijk, na de reclame, we gaan naar de reclame. Welkom bij aflevering 19 van Hunsje. Ik ga nu eerst even het gras maaien op het kunstgrasveld, want het zit veel zo hoog, hè, de gras. Hoe kun je nou eens een snotneus van 27 jaar zo'n belangrijke wedstrijd laten fluiten? Waar is dat toch met die scheidsrechters tegenwoordig? De ideale schoonzoon van Frank de Boer, nou die bakt er niet veel van hoor. Joey stuurt Joey maar rood eraf. Ik heb nog geen doek over die kooi van Joey als hij weer gaat fluiten. Die fluiters doen sommige clubs en speelers wel de das hem. Het hele weekend werden problemen met die badgassen. Bij VVV Groningen floot die grote buckshoot. Nou, dat was erg. Die ging van rood naar geel. Daar had je die gids de Vaar uit Zeist. Die zorgde voor hetzelfde probleem. Wij hadden vroeger de Vaargids. Nooit geen probleem. Die gids was altijd op tijd. Knap om met 10 man terug te komen op 2-1. Dat was inzet en dat moet toch een keer beloond worden. Laten we hopen op vrijdag tegen MVV dat het goed gaat. Favoriete spelers, Okita en Darry. Mooie doelpunten, maar ja, je had er zo weinig aan. Ik vries hier kapot, man. De sterrendragers werden ze genoemd in Maastricht. Een tip voor de Gio. Die aanvoerder van Hully, Ricardo Ippel, zei na afloop tegen RKC dat ze tot 20 meter van het doel van de tegenstander voetbalden. En daarna weten ze het niet meer. Nou Jack, dan weet je wel genoeg. Okita kan het laten zien tegen zijn oude clubje. Voorspelling. Ik hou toch wel op een ouderwetse klinkende 4-0 overwinning. Het moet toch een keer goed gaan. Ik ga zo dadelijk met Moes oefenen dat ik vrijdag zelf kan fluiten. Dan weet ik zeker dat het eerlijk gaat en dat we winnen. Een fluitje van een zand. Een scheidsrechterste nu, geel zwart, dat kan er eigenlijk niet. Ik ga nou naar hem toe, want hij zal wel op minst aan de wacht in die Moesloe. Ja, dames en heren, aangelopen, hij is te laat. Nou, hou je en tot volgende keer, hè.